Buonasera, beste Racing News 365 fans. Zoals jullie achter mij zien, staan we hier nog steeds in Italië. Het is inmiddels al donker geworden, want vandaag stond de kwalificatie op het programma. Op vrijdagavond wel te verstaan, net als dat het geval was in Silverstone. Morgen krijgen we namelijk te maken met de sprintkwalificatie en daar zal Valtteri Bottas vanaf P1 vertrekken. Hij was namelijk de snelste vandaag en ondanks dat hij een nieuwe power unit in zijn Mercedes heeft laten leggen, mag hij morgen tijdens de sprintkwalificatie toch nog vanaf P1 vertrekken. Dat zal hij niet op zondag mogen, dan moet hij namelijk zijn grid penalty incasseren. Dus Bottas staat zondag niet op de eerste plaats, maar morgen tijdens de sprintkwalificatie gaat hij wel degelijk als eerste van start. Daarachter zullen we zijn teamgenoot Lewis Hamilton zien. Hij veroverde de tweede plek en staat daarmee volgens Christian Horner en natuurlijk de logische termen in de autosport op de vieze lijn. Verstappen op de derde plaats staat aan de goede kant op de baan en hij staat natuurlijk vlak achter Valtteri Bottas. Daarom ziet Christian Horner ook kansen voor Verstappen om morgen tijdens de sprintkwalificatie in de aanval te gaan. En dat zou natuurlijk zeer interessant zijn om te zien, want we spraken zojuist nog met oud-Ferrari-coureur Felipe Massa. En hij had juist zoiets van, Mercedes is dit weekend sterker, dat moet je incasseren, Verstappen moet zijn punten pakken. En de volgende race is weer voor de Nederlander. Twee strategieën zijn dus mogelijk. We gaan het morgen zien, wat gaat de tactiek worden van Verstappen? Erg interessant. Daarnaast, Horner gaf het ook al aan, de McLaren's, die staan wel heel heel dichtbij de Red Bulls. De Red Bulls, jazeker, de Red Bulls. Omdat Perez misschien een mindere tijd reed dan Verstappen, op behoorlijke achterstand. Maar dat kwam volgens Horner ook omdat hij zich opofferde. De Mexicanen gaf natuurlijk de hele tijd een toe aan Verstappen, waardoor Verstappen ervan kon profiteren om een betere tijd neer te zetten. En dat kwam er goed uit, want ja, je weet het niet. Het zou zomaar kunnen zijn dat de McLaren's juist voor Verstappen hadden gestaan zonder die toe. Dus een belangrijke zet van teamgenoot Perez. En morgen gaan we kijken of de Mexicaan zoals altijd weer van achteruit naar voren kan gaan. Want inhalen, dat weten we zeker, dat kan die wel. Zoals gezegd, een heel sterk optreden van de McLaren's. Erg mooi om te zien, want Daniel Ricciardo, we gunnen het al hem allemaal. Ja, hij heeft het dit jaar lastig. Maar hier op Monza is er toch weer een sprankje van hoop. Die hoop is er helaas niet voor Ferrari. Het was weer een middelmatig optreden van de Scuderia. Ja, en ze konden zelfs maar nipt Giovinazzi achter zich houden in zijn Alfa Romeo. Dus helaas gaan we denk ik weinig tifosi zien deze dagen. De kaartjes zijn nog altijd heel duur en Ferrari, ja, het is nog steeds middelmatig helaas. Morgen dus, de sprintkwalificatie, om niet te vergeten. Geen kwalificatie, maar de sprintkwalificatie. Daarin verwachten we een mooie strijd te zien, zoals we dat ook op Silverstone zagen. Laten we kijken wat het gaat worden, want het is natuurlijk heel belangrijk om te zien wie de punten gaat pakken, maar wie ook de eerste plek pakt, want die zal zondag vanaf pole position mogen vertrekken. Dus, vanuit hier, Italië, maar ook vanuit Eindhoven op de redactie, wensen we jullie alvast een mooie dag toe en vergeet alsjeblieft niet naar onze site te gaan en laat ook even in de comment hieronder weten hoe je de video vond. Tot morgen, doei doei!